Maar goh, je bent normaal heel rustig, maar na deze bronzen medaille zagen we je goed losgaan. Ja, ik ben normaal inderdaad wel vrij rustig, maar ik kan ook wel emoties tonen. En dat betekent zoveel voor mij dat het wel echt oprecht ook gewoon, ja, weet je. Ik weet ook echt niet meer wat ik allemaal gedaan heb en gezegd heb, maar ik ben in ieder geval heel blij. Ik kwam de koning tegen buiten het stadion. Die leek ook bijna net zo blij als bij de gouden medailles. Ja, nou ja, ik heb ze ook al heel vaak op de tribune zien tussendoor nog eventjes. En ja, dan ook foto's van hun, hoe ze dan elkaar omhelzen. En dan, dat betekent wel veel voor me. Ja, gewoon, weet je, voor het hele volk doe je dat het gewoon zoveel losbrengt, die sport en deze medaille. En ja, de eerste 500 meter medaille ooit, volgens mij. Dus, nou, echt super. En ja, ik ben gewoon echt super trots dat onze koning, koningin dan... Daarnaast we staan ongeveer eigenlijk en met me mee genieten ervan. Je had het al over dat moment dat je moest wachten op de uitslag. Wil je dat nog een keer meemaken? Nee. Maar ja, als het goed afloopt wel. Maar dat was echt het spannendste ooit, denk ik wel. Dat is echt, afgezien van net de huldiging. Ja, nee, dat was wel... dat was gewoon afwachten, want je kan er niks meer aan doen. En dan is het gewoon afwachten wat de rest doet. En dan zie je zo'n lijn lopen en dan, dat is echt verschrikkelijk. Laatste vraag, zien we hier nog medailles winnen op de 1000 meter? Ja, 1000 meter, dat is ook de concurrentie echt moordend. En ja, ik heb nog niet echt op het podium gestaan. Dus ik wil gewoon daar de agressie en wat ik op deze op 500 heb gereden. En dan, ja, is het echt afwachten. En net zo spannend waarschijnlijk afwachten totdat iedereen gereden heeft.